Hallo, ik ben Refli en ik heb deze week weer een superleuke bullet journal video voor je. In deze bullet journal video laat ik je zien hoe je een onwijs leuke waterverftechniek kan toepassen in jouw bullet journal of in je art journal of in je Hobonichi of in je scrapbook, waar jij ook maar in wil werken. Het enige wat je nodig hebt voor deze leuke pagina is natuurlijk je bullet journal of je art journal of je Hobonichi of je traveler's notebook, een potlood, waterverf, potje water natuurlijk en kwastjes. Oh, en een soort grijze stift, want we gaan ook een klein beetje schaduw aanbrengen. Vind je deze video nou leuk? Weet je, sowieso, geef gewoon even een duimpje omhoog, dat helpt mij heel erg. En als je nou de hele video uitkijkt tot het eind, heb ik nog een aantal hele leuke bullet journal ideetjes voor je. Waarvan ik ook video's al opgenomen heb en die ik je natuurlijk ook allemaal nog ga voorschotelen. En natuurlijk lukt het mij ook niet om in één keer te zeggen op camera wat ik zou willen zeggen. Dus hoe leuk is het? Ik heb een aantal bloopers erin gemonteerd. En die laat ik gewoon helemaal aan het einde van het videootje zien. Dus als je dat ook leuk vindt om te kijken, hoe ik elke keer een beetje afga. Superleuk natuurlijk. Kijk dan sowieso. Dus ik zeg hoppatee naar de video. Doei! Hallo, daar ben ik weer. Ik ben Flip de Beer. Nee hoor, grapje. Stom grapje. Oké, we gaan een super leuke bullet journal pagina maken. Ik gebruik daarvoor mijn luchtterm, of hoe je het ook uitspreekt, bullet journal. En ik heb een potlood, zo'n vulpotlood, vind ik altijd het fijnste werken. En dit bullet journal is zo fijn, want er staan allemaal stipjes op de pagina. Dot, dus dit is de dotted bullet journal. En wat zo leuk is en zo fijn is aan die stipjes, is dat je daardoor heel makkelijk je letters kan schrijven. En het is niet dat ik ga tellen. Ik zit niet de stipjes te tellen van, moet 4 stipjes breed of zoiets dergelijks. Dat lukt me niet, daar ben ik gewoon veel te ongeduldig voor. Dus ik ga gewoon een beetje schetsend mijn letters tekenen. En dit vergt ook gewoon een beetje oefening. Zoals dat altijd voor alles wat je gaat doen, wat je nieuw gaat leren. Oefenen. En als ik nu zo het woordje keep zie staan, dacht ik, nou die P die had eigenlijk wel wat langer gemogen. Maar weet je, het is gewoon helemaal goed zo. Ik ga schrijven keep moving forward. En het middelste woord, dat vond ik leuk om die dan juist in script te schrijven. Om het een beetje te breken, zeg maar. Om de tekst een beetje te breken. En nu ga ik forward schrijven, ook weer in dezelfde soort schetsende hoofdletters als wat ik bij het woordje keep gedaan heb. En doordat ik het nu eerst even met potlood probeer, kan je gewoon je kleine foutjes nog zo super makkelijk wegwerken. En als je dit veel te spannend vindt om in één keer in je bullet journal te doen, of in je art journal, of waar je dan ook graag in werkt, kikker in mijn keel, dan zou ik je adviseren om te zeggen, joh, schrijf het eerst eens op gewoon ruitjespapier bijvoorbeeld. Ga daar eens op oefenen. Net zo lang oefenen totdat het je steeds makkelijker afgaat. Kijk, bij deze O vond ik de lijntjes van de letter zelf een beetje te dun. Dus die heb ik even opnieuw gedaan. Maar wat ik dus zeg, je moet gewoon veel oefenen, veel proberen. Ik werk wel altijd rechtstreeks in mijn art journal of mijn bullet journal. En als het dan niet helemaal naar mijn zin is, dan denk ik, er is altijd weer een nieuwe pagina. Dus het is ook belangrijk dat je daar wat minder druk om maakt. Als je wat relaxter, zeg maar, wil creëren. Want als je te perfectionistisch bent, of gewoon perfectionistisch, dan kan dat je ontzettend tegenhouden om de dingen te maken die je eigenlijk zou willen maken. Omdat je overal foutjes ziet. Omdat je bij alles denkt, kan beter. Of erger nog, je gaat vergelijken. Het gif van de vergelijking. Zij kan het beter of zij doet het mooier. Maar kijk gewoon naar je eigen proces. Kijk naar hoe jij het een jaar geleden deed, bijvoorbeeld. En hoe ver je nu alweer gekomen bent. Dus probeer daar ontzettend rekening mee te houden. En ik zeg dit ook voor mezelf, hè, want over het gif van de vergelijking gesproken, ik vergelijk mezelf ook met anderen. En dat is af en toe gewoon ontzettend naar als je dat te veel doet. Want dan ben je eigenlijk alleen maar bezig met wat anderen doen. En je moet eigenlijk gewoon lekker op jezelf letten.
Daar word je ook serieus gelukkiger van. Want er zijn altijd anderen die het beter of mooier kunnen dan dat jij het kan. En dat frustreert toch enorm. Oké, de waterverf. Ik gebruik deze setjes. Die rechter is van Jane Davenport. Daar zitten een aantal napjes toegevoegd die ik los gekocht heb. De mintgroene en die oranje die je daar ziet. En links is de set van Prima Marketing. En die heet Pastel Dreams. En wat ik nu zo leuk vind aan de techniek die ik nu ga doen. Ik ga verschillende kleurtjes door elkaar gebruiken. En door gewoon af en toe een drupje water hier en daar te laten vallen, probeer ik het te mengen. Je ziet dat ik hier licht roze rood probeer boven te gebruiken. En een wat donkerder rood voor onder. Kijk, hier vind ik dat ik te veel verf eigenlijk heb. En dat kan je super simpel met een stukje keukenrol gewoon opzuigen of opdeppen. En het woordje keep heb ik dus geprobeerd met roze en rood. Ja, je ziet het verschil best lastig nu zo op camera. Maar de onderkant is dus een wat donkerdere tint rood van het Jane Davenport setje. En links pak ik de donker roze kleur van het Prima Marketing setje. En je zal zo meteen zien, bij de andere letters ga ik ook meer met geel en groen werken. Dan zie je het verschil natuurlijk veel beter dan deze roze en rood. Als die opdroogt, denk ik dat je het wel weer wat beter zal zien. Maar ik werk eigenlijk dus van licht naar donker. Zie je dat? Ja, nu kan je het wel redelijk goed zien. Oké, we gaan het woordje moving doen. Deze oranje vind ik super mooi. Dat is meer een beetje een oranje-geel kleur uit de Pastel Dream Set. En ik ga nu gewoon proberen om het geel en het groen een beetje in elkaar over te laten lopen. En zoals je ziet, er is niet echt een vast omlijnd plan. Ik probeer gewoon de bovenkant een beetje oranje te houden. En de onderkant gebruik ik voor het mintgroene. Zie je dat? Dus nu dacht ik opeens, nou weet je, als ik dan toch oranje aan mijn kwast heb, kan ik gelijk beter twee letters doen. En de onderkant gebruik ik dus de mintgroen. Belangrijk is wel dat je goed je kwastje elke keer schoonmaakt. Anders krijg je echt wel een soort modderachtige kleuren. Nu ben ik overgegaan naar het rood. En je zag al tussen de letter I en de G dat de rode verf gelijk al een beetje naar links naar de I trok. En dat is nou juist wat ik zo leuk vind aan waterverf. Het loopt vanzelf wel de kant op waar het naartoe wil lopen. En dat is gewoon ontzettend leuk om te zien ook. Dus nou, zo heb je het woordje moving ook alweer ingekleurd. En dan gaan we nu de wat grotere letters forward doen. En ik begin de F met de mintgroen boven. En daarna pak ik de wat donkerdere, ja, lijkt wel een soort aqua-achtige groen in het Jane Davenport setje. Vind ik echt een van de mooiste kleuren. En zeker deze combinatie, die mint met dat donkerdere groen, vind ik gewoon echt super mooi. Kijk, je ziet dat ik een beetje water ook mors naast de letters. Kan helemaal geen kwaad, kan je ook gewoon heel simpel weer opdeppen. En de mintgroen is een wat meer, opaque kleur, zeg maar. Dus wat minder doorzichtig. Dus daar zie je ook wel gelijk dat hij heel goed dekt. Als je gewend bent van waterverf, dat het wat lichter is, zeg maar. Dan zal je opvallen dat die mintgroen elke keer wat donkerder is. En nu ga ik dus heel voorzichtig met het geel, wat ik in de R ga gebruiken. Stip ik gewoon een heel klein beetje boven bij de F en boven bij de O aan. Waardoor die kleuren zich ook weer gaan mengen. Dat is natuurlijk wel het beste om te doen als alles nog lekker nat is. Want als het droog is en je doet dan een stipje waterverf erop, dan zal je dat effect natuurlijk niet bereiken. Dan blijft er gewoon een geel stipje op zitten. Dus je moet het wel proberen met nattige waterverf. En dit was zo leuk dat dat geel en dat groen weer een heel nieuwe kleur groen in één keer veroorzaakte. Heerlijk vind ik dat als je bezig bent en je ontdekt, hey, kijk nou, ik heb nu gewoon andere kleuren in één keer weer erbij. Nou, hier dacht ik, nou oké, genoeg groen en geel geprobeerd. Het is nou wel weer leuk om weer over te gaan op het geel, oranje en rood zoals ik dat daarboven ook gedaan heb. Waardoor je alle kleuren weer een beetje naar elkaar toe trekt. Doordat je dus je color palette, hè, je kleurenpalet, zeg maar, een beetje gelijk houdt. Dus ik werk vooral met roze, rood, geel, groen, oranje. Lichtgroen en donkergroen dan natuurlijk de mintkleur. En zo kan je gewoon ontzettend leuke techniek gebruiken om die waterverfkleurtjes heel simpel in elkaar over te laten lopen. En ik voeg ook gewoon nog een klein beetje lichtroze toe. Die had ik nog helemaal niet gebruikt. Maar eigenlijk staat dat natuurlijk super leuk om die ook nog te doen. Nou, het is wel handig voordat je verder gaat, dat je zorgt dat je pagina wel goed droog is. Want ik had nu bedacht, ik heb zwart nodig. Maar als ik nu in één keer verder zou gaan, dan ga ik met mijn hand steunen op de letters. En dan
snert ik de hele zooi onder. Hier probeer ik heel erg op te letten dat ik het dus niet aanraak met mijn arm. Maar goed, een tip van jou. Of leg er een blaadje op, of wacht tot het droog is, of gebruik gewoon je heatgun. Wat ik zo meteen natuurlijk ook gewoon ga doen om verder te kunnen. En ik vond het contrast tussen zwart en de kleuren vind ik de laatste tijd heel erg mooi. Dus dit keer had ik bedacht, weet je, ik doe die kleuren van de woorden doe ik gewoon lekker fel. En allerlei kleuren. Maar dan hou ik de stipjes, hou ik wel gewoon één kleur en dan doe ik zwart als contrast. Ik had die natuurlijk ook geel, groen, oranje en roze kunnen maken. Maar dan vond ik het dan weer een beetje te veel allemaal hetzelfde worden, zeg maar. Dus dan is het leuk om die stippen een hele totale andere kleur te doen. Ik werk hier met een heel fijn kwastje. Ik zal sowieso de namen van de producten die ik gebruik, zet ik allemaal even in de beschrijving. Kijk, hier ga ik alweer de mist in, want er lag al een druppeltje water. Maar kijk, je dept het zo makkelijk op met keukenrol en je gaat gewoon weer verder. En ik moet heel eerlijk zeggen, als het wel een vlekje was geweest, ja, dan was die hele pagina verknald. Nee, natuurlijk niet. Dan was ik gewoon doorgegaan. Dan had ik gedacht, weet je, morgen weer een dag. Af en toe moet je ook gewoon echt een klein beetje relaxed daarin zijn. Weet je, we zijn geen hersenchirurg. Daarin is het heel fijn als je heel perfectionistisch bent. Maar kom op jongens, dingen maken. Hoe lastig is het? Doe gewoon lekker maken en kijk daarna wel als het een beetje misgaat. Kan ik er nog wat mee of laat ik het gewoon lekker zo? Oké, wat ik nu ook heel leuk vind om te doen, om de letters nog wat meer naar buiten te laten springen, is met mijn potlood, mijn vulpotloodje, de letters helemaal omtrekken. Maar let dan wel goed op wat voor soort potlood je gebruikt. Ik weet de verschillen niet zo goed. Je hebt HB en 2B en dergelijke. En de een is zeg maar wat harder en de andere is heel zacht. En mijn ervaring is dat zachte, dat schrijft veel fijner. Dat is hartstikke lekker om mee te werken. Alleen, als je daar met je hand overheen gaat, dan heb je echt zo'n zwarte potloodveeg over je werk. Kan je natuurlijk gewoon weggummen als het op het blaadje zelf is. Maar als het echt door je tekening of door je werk is, ja, dan is dat toch weer een beetje minder grappig. Kijk, dan ben ik toch ook wel een beetje perfectionistisch. Dan vind ik dat ook wel een beetje zonde. Dus let even goed op wat voor soort vulpotlood je hebt. En oefen daar even mee dat als je hand erop steunt of het dan gelijk vlekt, ja of nee. En verder, ik omlijn simpelweg gewoon de woorden die ik daarvoor geschreven heb. En ik ben geen handlettering artist. Ik heb het ook nooit geleerd zoals het hoort. Want daar word ik een beetje benauwd van. Omdat je dan elke letter op dezelfde manier zou moeten schrijven. Precies volgens een soort format. Dat kan ik gewoon niet zo goed. Ik wil het juist hoe ik het zelf leuk vind om te maken. Ik zie het meer een beetje als creatieve vrijheid. Dan als je moet brush letteren of handletteren in een bepaald stramien. Wat je dan ook al 1000 keer voorbij ziet komen. Ik vind het veel leuker om gewoon mijn eigen handschrift te gebruiken. En dan natuurlijk nog heel eventjes over de quote. Keep moving forward. Dat is natuurlijk wel een hele mooie van mij, ook met een hele mooie betekenis. Weet je wat het is? Geldt eigenlijk ook gewoon voor het hele leven. Er zijn zoveel dingen die je tegenslag kunnen geven. Net zoals nu zitten we in het coronatijdperk. Het is nu juni 2020. En je zou natuurlijk heel makkelijk bij de pakken kunnen gaan neerzitten als dingen tegenvallen. Bij mijn bedrijf zijn er ook spaanders gevallen, zeg maar, of hoe noem je dat? Omzet is weggevallen omdat bepaalde bedrijven ook bijna omgevallen zijn. Ja, dan kan ik ook denken, jeetje mina, wat heftig allemaal. He, dus dat je wat lang in een soort slachtofferrol zou kunnen blijven hangen. Je kan ook denken, weet je, ik ga gewoon door. Ik kan wel achteruit gaan blijven kijken of ik kan wel denken, ja, het is allemaal de schuld van of en ik kom niet verder. Of je kan gewoon zelf bedenken, weet je wat, ik ga hier gewoon zelf wat aan doen. En ik heb ooit ook wel eens ergens een keer een uitspraak gelezen, die vond ik echt superleuk. En dat ging over, weet je, als je niet blij bent met waar je bent, verplaats jezelf dan gewoon, weet je, move. Je bent geen boom. Het was gewoon een Engelse, you are not a tree. En dat vond ik zo grappig, want zo is het toch uiteindelijk dat we af en toe maar zitten te klagen en te zeuren en te miepen. Terwijl je eigenlijk gewoon zelf verantwoordelijk bent voor je eigen geluk. Dus je kan ook denken, weet je, of ik ga zitten klagen of ik ga er gewoon wat aan doen. Nou, deze stift, dat is een hele lichtgrijze stift. Kijk, zie je, hoep, ik ga gewoon weer over naar de video. En dat vind ik leuk om een beetje schaduw aan te brengen. En ook hier geldt weer, ik heb er niet voor gestudeerd. Ik heb geen idee wat ik doe. Ik doe dit alleen maar op het oog. Waarvan ik denk, nou, als ik het zo doe, vind ik het er leuk uitzien. En zo werk ik eigenlijk in al mijn creatieve uitspattingen. Zo lastig woord.
Als ik het leuk vind hoe het eruit ziet, dan vind ik het helemaal prima. En of het nou wel of niet technisch klopt, waar de schaduwen wel of niet zitten, I don't care, serieus. Wat maakt het in godsnaam uit? Als jij voor jezelf maar weet, dit vind ik leuk om te maken, zo ziet het er leuk uit, dan is het ook gewoon echt serieus helemaal goed. Dus dit zijn de laatste lijntjes voor deze pagina. En zo'n pagina kan je natuurlijk super leuk maken. Stel dat je een dag in je hobbenitie vergeten bent, dat je denkt, nou, ik maak gewoon een leuke titelpagina voor in je bullet journal, voor de volgende maand bijvoorbeeld, voor in je hobbenitie, oh, dat zei ik al, hè. Voor je traveler's notebook of voor je kan hem in het klein maken voor in je scrapbook bijvoorbeeld. Dat je daarna leuke foto's nog erbij doet. Dat dit zeg maar een soort je main focus is van je layout. Nou kijk, dit is hem geworden. Ik vind hem echt superleuk. Blijf je ook nog even hangen, want er komen nog wat bloopers hier achteraan. En deze pagina's die je nu ziet, die heb ik dus al eerder een keer opgenomen. En die zal ik ook allemaal nog op YouTube gaan plaatsen. Allemaal ideetjes voor in je bullet journal. Nou, als je nou nog even blijft hangen, komen er nog een paar leuke bloopers. Want ik verspreek me nogal eens in mijn video's. En zeker opnemen, dat is best een spannend iets. Dus, nou, doei! Even overnieuw. Deze video heb ik... Zit dit wel goed tot pruikie? Nou ja, moet maar zo. Vind ik wel scherp. Dus ik zou zeggen... Nee, ik moet niet praten en naar beneden kijken. Dat gaat er niet worden. Oké. En ook aan het einde. Nee. En je zal wellicht begrijpen. Ja, dat ging ik eigenlijk zeggen. Nou, doei!